Van Dalen bekladden gebouwen in het Zuiderpark in Hogeveen. Ik kan me best begrijpen dat lang niet iedereen het eens is met alle maatregelen die in het kader van de COVID zijn en worden genomen. Alleen om dat op deze manier af te reageren. Dus van dit is puur vernielen. Restaurant Jimm's in Gieten ziet toneelverenigingen met ledenogen vertrekken. Tandartsen willen dat ouders bijleren over het gebit van hun kinderen. En het weer met Loes. Ja, dit is toch genieten zulk lekker weer. Nou, dat zal ik trouwens ook maar doen als je de kans hebt, want het blieft niet lang zo waap. Straks meer daarover. Heel goedenavond. Parkbeheerders in Hogeveen spreken schande van de hakenkruisbekladdingen in het Zuiderpark. Van Dalen spoten afgelopen weekend met graffiti meerdere hakenkruisen op gebouwtjes die daar staan. Nou, over de daders is nog niets bekend. Een beetje kwaad en een beetje teleurgesteld. Ik kan me best begrijpen dat lang niet iedereen het eens is met alle maatregelen die in het kader van de COVID zijn en worden genomen. Alleen om dat op deze manier af te reageren. Dus van dit is puur vernielen. De hakenkruisen staan op meerdere gebouwtjes in het park. Waarschijnlijk probeerden de daders iets duidelijk te maken. Ik zie daarin een hakenkruis met COVID-19. En dat staat voor COVID. En ja, dat is... En ik heb ook gezegd, iemand die deze gedachten heeft... ja, die spoort volgens mij niet helemaal. Henny heeft geen idee wie de daders zijn. Wel weet hij dat het verwijderen van de graffiti nog niet zo heel makkelijk is. Dit is een muur die gewoon gemetseld is. Dit is een zachte steen. Dus die verf, en dat kun je hier heel goed zien, is in de muur gedrongen. Dus dit krijg je in principe niet meer van de muur af. Hier zul je dus gewoon extra maatregelen moeten nemen om dit er weer af te krijgen. Hij zou graag willen weten wat de daders nou bezielden. Ik hoop dat voor die man dat het gewoon een opwelling is geweest en dat hij hier heeft spuiten, nou, bam, een hakenkruis. Maar als je daarover na gaat denken, dan denk ik van een hakenkruis heeft in mijn ogen een iets andere betekenis. Daar valt COVID-19 nog helemaal in weg, bij wijze van spreken. Ja, dat gaat mij gewoon iets te ver. Restaurant Jimm's in Gieten neemt afscheid van toneelverenigingen. Die doen al tientallen jaren hun uitvoeringen in de zaal achterin het restaurant. Maar met de plannen voor een nieuw verenigingsgebouw in het dorp is dat verleden tijd. Die komen hier al zo lang als wij hier zitten inderdaad. We zitten hier 20 jaar, dus zo lang hebben we de uitvoeringen van toneelverenigingen ook al. En ik denk voor ons, onze vorige eigenaar, ook al, nou, ik denk ook wel 20 jaar. Verschillende verenigingen in het dorp kampen met ruimtegebrek. En dus is Sportal de Wendeling momenteel in beeld als verenigingsgebouw. Met ook plek voor toneeluitvoeringen. Nou ja, ik vind het voor de toneelverenigingen natuurlijk best heel vervelend. En ik vind het jammer dat wij het uit de media hebben moeten halen. En dat er niet iemand is geweest van bijvoorbeeld de gemeente die contact met ons heeft opgenomen. Had u het liever wel gehad dat de gemeente met jullie in gesprek was gegaan hierover? Dat had ik wel heel leuk gevonden, ja. Dan had je misschien elkaar een beetje tegemoet kunnen komen en de ruimte... was er, hè, met podium. Dus misschien had de gemeente daar iets in kunnen betekenen. Zowel richting ons als richting het verenigingsleven. En in deze coronatijd waarin het restaurant gesloten is... vindt het echtpaar het een goed moment om gelijk door te pakken. Er wordt flink verbouwd om het restaurant uit te breiden. En het podium, die is bijna weg. We hebben gewoon niet afgewacht. We hebben gezegd van als dat dan speelt... dan zei dat zo, maar we gaan niet aanwachten, vooral niet nu in deze coronatijd. We willen graag handen uit de mouwen steken, dus nu was de tijd er dan ook voor om het te realiseren. Dus ja. De gemeente Aa en Hunze laat in een reactie weten dat deze week de onderzoeksfase naar een nieuw verenigingsgebouw begint. Daarin worden er ook gesprekken gevoerd met verenigingen en ondernemers die nu een ruimte aanbieden. Jimm's in Gieten hoort daar ook bij volgens de gemeente. Jong en oud, iedereen begint weer helemaal warm te worden voor de modelspoor en de modeltreinenhobby. Dus men is gewoon lekker creatief weer bezig. Ja, straks meer over treintjes en over jong en oud gesproken. Wanneer moet je met je kind voor het eerst naar de tandarts? En wat mag je wel of niet drinken na tandenpoetsen? Nou, een nieuwe campagne van tandartsen moet ouders helpen om het gebit van hun kinderen zo gezond mogelijk te houden. Want het kan beter met die Nederlandse kindergebitten. Nog even poetsen. Goed. Gaat het goed, ja? Ja. Lukt dat 2 keer per dag? Ja? Ja. Mart en Jill brengen een bezoekje aan tandartspraktijk Quadratant in Zuidwolde. Assistente Ina kijkt of ze goed poetsen en geen tandplak hebben. Zit daar nou een heleboel op? Kijk eens. Het is helemaal schoon, hè? Dus dan doe je toch hartstikke goed je best. Broer en zus hebben een goed, gezond gebit, maar dat geldt niet voor alle kinderen. Volgens het KNMT, de beroepsvereniging van tandartsen, heeft 2 op de 3 kinderen in Nederland voor hun 18e verjaardag minstens 1 gaatje. Eigenlijk is gaatjes een soort gedragsziekte. Dus het ontstaat doordat je dingen niet doet of wel doet. Er wordt soms niet nagepoetst door ouders. Er zijn helaas ouders waarvan de kinderen, die denken dat de kinderen het zelf wel goed kunnen. Er zijn ook ouders waarvan de kinderen dan niet willen en dan de ouders iets hebben van nou ja, dan maar niet. Bij Quadratant krijgen kinderen samen met hun ouders regelmatig preventielessen en dat helpt. Nou, net de tip van laat ze het alleen uitspugen en spoel niet na. Nou, dat wist ik dus niet, dus dat gaan we vanaf nu doen. Hè? Alleen uitspugen en niet spoelen. Maar ja, zulke tips, dat helpt denk ik wel voor de onderhoud van het gebit van je kind. 2 keer per dag, minimaal 2 minuten tanden poetsen, goed napoetsen en maximaal 7 eet- en drinkmomenten per dag. Het zijn regels die Schalk niet vaak genoeg kan herhalen. En daarnaast natuurlijk regelmatig voor controle naar de tandarts. Al vinden sommige kinderen dat best spannend. Maar ik wil een paar standjes maken. Jill, wat vind je spannend? Om kinderen gerust te stellen mogen ze bijvoorbeeld zelf muziek uitkiezen. En je moet gewoon duidelijk zijn, dus we leggen eigenlijk altijd alles uit. We gaan nooit een behandeling doen zonder dat een kind is geweest voor uitleg. Je zag bij Jill ook dat ze dan even in paniek raakt. Maar dan is het even praten en ze wordt wel weer rustig. En de behandeling kan dan helemaal uitgevoerd worden. Dus dat is heel fijn. Goed gedaan. Hartstikke goed. Ja, toppetje. Nou, het is een jaar geleden dat restaurant De Paap in Papenvoort getroffen werd door een verwoestende brand. Nou, sindsdien is het pand een ruïne, maar inmiddels klinkt er ook toekomstmuziek. Het restaurant liep eindelijk goed toen het noodlot toesloeg. De eigenaar wilde het pand daarom zo snel mogelijk weer opbouwen, maar dat liep niet zo soepel. We hebben een sloopvergunning aangevraagd. We zijn met een tekening bezig voor nieuwbouw. En we gaan er weer een mooi nieuw ding opbouwen. En er is meer nieuws. De eigenaar van De Paap is ook de baas van Natuurcamping de Mariahoeve. En die gaat hij samen met het restaurant verkopen. Ik heb de Mariahoeve verkocht aan mevrouw Saverse Kuuberg. Die gaat de Mariahoeve aanpakken. Ik kan het niet meer doen omdat ik het te druk heb. Of het wordt gewoon te druk voor mij. De nieuwe eigenaar staat te popelen om te beginnen. En ze is geen onbekende in het Drentse campinglandschap. Ik heb in Mantingen al natuurkampeerterrein Vossenheugde. En dit, Hendrik zocht iemand die voor het terrein kon zorgen. En zo hebben we elkaar eigenlijk ontmoet. En dat klikte. En ik ga zorgen dat het in de lijn, in de sfeer zoals het nu is, verder wordt uitgebouwd. Wat vind jij mooi aan de Mariahoeve? Ik was op slag verliefd. En het is ook niet toevallig dat we hier zitten, denk ik. Want dat moet je nou kijken. Dat meer, die ganzen, ik vind het fantastisch. Door de coronacrisis hebben we tijd over en herontdekken we oude hobby's. We gingen al massaal aan het breien en nu beleven handelaren in modeltreinen gouden tijden. We zijn hier op de modeltreinenkamer van mij. En ik ben hier bezig met bouwen. Ramon is al jaren groot liefhebber van modeltreinen, waar hij elke dag op zijn zolderkamer tijd aan besteedt. Vooral de zomers taferelen, bloeiende bomen, terrasjes. Een beetje uitkijkt op na coronatijd. En hij is niet de enige, want in coronatijd zijn er flink meer treinverzamelaars bijgekomen. Merkt ook deze verkoper. Jong en oud, iedereen begint weer helemaal warm te worden voor de modelspoor en de modeltreinenhobby. Ja, ze vinden het leuk om weer oude hobby's op te pakken of lekker even wat om handen hebben. Bij de modeltreinen, je kunt ook hele landschappen eromheen bouwen. Dus men is gewoon lekker creatief weer bezig. TV aandoet is alleen maar corona wat je ziet. Daar wordt depressief van, iedereen. Dus dan snap ik best wat als met de trein aan de gang gaan. Want van modeltreintjes word je weer vrolijker. Ja, dat klopt. De stijgende populariteit drijft ook de prijs flink op. Dus wie de treinen ooit heeft opgeborgen, heeft wellicht nog een vermogen thuis staan. De meeste mensen hebben nog wel een collectors item op zolder liggen. Ja, ja. Zonder dat ze het weten. Zonder dat ze het weten, inderdaad. Ja, verborgen schatten. Ik zou zeker zeggen, heb je nog op zolder treinen liggen, pak ze tevoorschijn. Ga lekker weer eens even op de zondagmiddag even lekker de boel uitpakken, opbouwen. Ga er weer lekker mee aan de slag, zou ik zeggen. Draaiorgelman Joris ten Have uit Zuid-Laren moet, net als veel ondernemers, creatief zijn in tijden van corona. En daarom heeft hij het ouderwetse geldpakje in een modern jasje gestoken. Een bijzonder gezicht bij het draaiorgel van Joris ten Have in Zuid-Laren, waar je de 26-jarige draaiorgelman op een nieuwe manier een kleinigheidje kunt geven. Het contante geld gaat er steeds sneller uit, zeker nu ook met corona. En dat ze allemaal zeiden, Joris, we hebben helaas niks, tot de volgende keer. Ik denk, maar ja, daar kan ik natuurlijk niet van leven. Dus mensen die kunnen tegenwoordig er wat in gooien, maar ze kunnen ook even pinnen. Maar hoe goed werkt dat penapparaat? Ja, het is in verhouding ietsje meer eigenlijk. Want ik heb wat klanten verloren, omdat ik nooit geen pinapparaat had. Nu weer wel, dus die klanten komen weer terug. Dus het gaat ietsje omhoog en daar ben ik wel heel blij mee. Even pinnen. Hoeveel wilt u pinnen? Het ziet er wel een beetje raar uit, want we kennen natuurlijk het draaiorgel van het blikje. Bak, ja. En die heb ik ook nog steeds. Dus ik heb in de ene hand heb ik een blikje om mee te schudden, ouderwets. En natuurlijk nu op 1,5 meter hè, vanwege corona. Dus ja, het is even wat moderner. Je zonde bino induk, maar ik denk dat het water nog wel een beetje koud is. En het krijgt ook niet echt kans om lekker op te warmen, want in de loop van de week gaat de temperatuur alweer naar beneden. Maar eerst natuurlijk nog het weer van vannacht. Dan is het helder en het koelt dan flink af, tot een graad of 3. En er kan ook wat mist of nevel ontstaan. Morgen is weer zo'n lekkere dag met volop zonne, weinig wind en 21 of op sommige plekken zelfs 22 graden. En de dag daarna gaat de temperatuur dus naar beneden, want donderdag komt er een noordenwind opzetten. Door de zon wordt het dan nog wel een graad of 14. Maar dat zit er vrijdag niet in, dan wordt het maar zo'n 9 à 10 graden. Er zijn dan meer wolken, maar het blijft wel droog. Dat geldt ook voor zaterdag en dan wordt het zo'n 11 graden. Dus maar nog even lekker genieten van het zonnetje en die hoge temperatuur. Zo is het, Loes, dankjewel. En dit was hem voor vandaag. Maar blijf op de hoogte van Drentse nieuws. Kan via de app en website rtvdrenthe.nl. En daar lees je onder meer over de stichting Drenthe Blijf Stil. Die is een petitie begonnen tegen de nieuwe plannen van het demissionair kabinet om de vliegtijden te verruimen. Heb een fijne avond en graag tot morgen.